Midden tussen de natuur, de landerijen, de tuinen en de dieren is sinds 2006 aan de Krommedijk in Mil zorgboerderij De Horst te vinden. Maar in 2021 heeft men hun diensten uitgebreid met Milsveld. Dit is een werkplaats voor jongeren met dementie. Op zaterdag 24 juni organiseerden zij een open dag om iedereen meer informatie te geven rond hetgeen zij doen. Ook Wim van Melis van Omroep Land van Kuik nam een kijkje tijdens deze open dag. We zijn hier op De Horst en op Milsveld. En zorgbedrijf De Horst hier achter mij, dat is echt voor ouderen met dementie, niet aangeboren hersenletsel of psychische problemen. En we hebben ook nog Milsveld en dat is echt voor jonge mensen met dementie of niet aangeboren hersenletsel. En dat zijn mensen tussen de 30 en de 65. En de mensen kunnen hier eigenlijk doen wat ze willen. Op Milsveld doen we meer een beetje de technische projecten en lijkt het meer op echt werk. Dus dat kan in de tuin zijn of met de dieren of in de werkplaats. En bij de zorgbedrijf is het iets meer dagbeleving, dus doen ze het iets rustiger aan. Maar zijn ze ook nog hartstikke actief in de tuin of ook in een kleine werkplaats of op het terrein. Dus ze kunnen hier echt van alles kunnen ze doen. En het is voor mensen die nog thuis wonen en die door hun ziekte niet meer kunnen werken of niet meer makkelijk mee kunnen doen in de maatschappij. En hier weer onder de mensen komen en weer zingeving krijgen en weer een doel krijgen in het leven.